Oh, ze komt. She-Mad. Oh, nee. Little Nightmares 2. Ik heb het gevoel dat dit de laatste aflevering is. Gewoon een beetje hoe de vorige was geëindigd. Misschien komt er nog wel een tweede. Ja, ik weet niet hoe lang. En ook als ik kijk naar de playtime. Ik heb gehoord dat deze game 6 uur is. Maar in ieder geval, kijkers, smash even op die like. Als jullie klaar zijn voor Little Nightmares 2 ending. Ik heb het gevoel dat het heerlijk dark gaat worden. En heerlijk mysterious. Here we go. We klikken op load game. Op transmission. Oh ja, hier waren we geëindigd. Hier hoorden we geluiden. Van de man. Oh, ik vind het spannend. Oh, hoor je die ademgeluiden? Gaan we naar binnen? Oh, oké, guys. Here we go. Wordt dit een boss battle met de man? Oh my! Dit heb ik op thumbnails gezien op YouTube. Dit is niet de man, dit is Six. Heeft de man hier in dit veranderd? In dit monster? Six. Gaat het? Oh, ze is nog wel aardig. Ze protect haar music box. Oh, press to call. Nee. Nee. Oh, kijk, hier is een hamer. Oh, maar wat? Nee. Moeten we haar slaan? Of haar music box? Oh, nee. Pas op. Sorry, Six. Oh, nee. Nee, dat vind ik niet leuk. Maar Six wordt nu zo boos. Ze is nu een monster. Six is een monster part 2. Oh, nee. Oh, hé, ik ben Loes. Oh, ze protect haar musicbox. Nou, ik ben weg. Oh, ze komt. She-Mad. Oh, nee. Nee, oh my, wat? Oh, dat is zo'n warp deur. Oh, nee. Al die geluiden, wat eng. Doe me denken aan de lady. Of nee, niet aan de lady, aan de chefs. Ja, aan de chefs. Oh, zag ze me? Nee. Oh, zie die armen. Gadverdamme. Dit zag ik op thumbnails. Ik dacht, oh, maar ik ben zo ziek gespoild. Dat ben ik inderdaad. Is ze weg? Ze is weg. Ik vind het zo scary. Oh nee, we moeten naar de ex pakken. Oh kijk, hier waren we. In die kamer met die gekke kast. Oh, zo, wat doe je nou, mano? Oké, go. By the way, ik heb dat gevonden op internet. Ik weet niet echt of het echt waar is, maar blijkbaar heet hij mano, omdat hij heeft manofobia. Iemand met manofobia, dat is een fobie. En die wil niet alleen zijn. I doubt it dat het echt waar is. Oh, we zijn door zo'n warping. Ze protect haar music box. Dit doet me zo hard denken aan Five Nights at Freddy's. Je bent de puppet, Six. Oh, we moeten denk ik weer callen. Denk ik. Oké, kom hier. Ah! Oh, nee. Dus als we haar callen, dan komt ze. Hey. En dan zie je een beetje dat glitch. Dus zijn wij nu glitched in de tv? Is dit een droom? Dus als we callen en we gaan naar de andere kant, dan hebben we een opening voor de musicbox. Oh, dat is niet leuk. Het is 5 en 6. Ik wil dit niet doen. Oh, we blijven nu langer. Net zoals met de tv. Oh, ik kan niet wachten om hier theorievideo's van te kijken. Ja, we zijn er nu legit. Oh. Dit is waar we toen doorheen gingen. Voordat we bij 6 gingen. Is dit dan weer een portaal? Ja. Oké, we hebben de ex. Als we weer callen. Oh, maar dan komen we daaruit. Oh, maar als we daar naar links gaan en dan callen, dan kunnen we daar aan de andere kant. Wat val jij mij hier aan? Oké. Goed om te weten. Ik heb een idee. Dat lukte. Oh, dit vind ik zo niet leuk. Het spijt me, Six. Het spijt me. Oh, nee. Wat is dit? Nee.
Hold up a second. Nee. Oh, maar kijk, dit is... Hier hou ik van bij Little Nightmares. Gewoon dat je twee keer hetzelfde stuk hebt. For no reason. Dat vind ik zo leuk. Omdat je weet gewoon niet wat er gaande is. Maar ik denk dat Theory is... Oh... Oké, ik heb de axe. Oh, maar nu kunnen we niet naar boven. Nee, we moeten hier callen. Dan gaan we daar naar boven en dan gaan we zo. Oké. Oh, ze gaan met de hand er doorheen. Zag je dat? Oh, ik was zo aan het concentreren. Ik was bang dat ze me naar pakten. Hebben we het gedaan? We hebben het gedaan. Of niet? Oh! Dit is zo scary met die theme. Oh, daar is ze. Maar ze valt ons niet eens aan. Ze wil ons niet eens aanvallen, volgens mij. Of ze kan ons niet zien. Dat zou kunnen. Oh ja, goed zo, manno. Goede animatie. Yo, vind je het erg als ik je musicbox sla? Ik schrok me. Ik schrok echt. Oh, ze doen gewoon weer jeet. Oké, maar hoe komen we dan langs jou? Oké, dit keer doen we een goede animatie. Goed zo. Oh, als we haar callen, krijgen we een time window. Oh, een hele lange. Daar gaat je music box. Oh ja, ze krijgt damage. Is die music box wat ervoor zorgt dat ze gaat drive? Ze wordt klein. Ja, haar hoed. Ze is normaal. Nog een keer. Die music box is cursed. Lekker. Ja, Six is normaal. De musicbox is kapot. Yo, what up? Zij denkt echt... Oh, nee. Maar zijn we nu matties? Of heeft ze hier herinneringen? Waren dat haar gedachten? Waren dat haar acties of niet? Nou, zij deed oorspronkelijk niks. Nou, ze was wel gepakt door de man. Dat is wel een beetje je eigendomme schuld. Oh, oké. Ik dacht gewoon dat zeg maar het gebouw instort. Ik had niet verwacht dat er een smurrie aan oogballen achter me aanging. No! Nee! Dat was niet eerlijk. Run! Dun-dun-dun-dun. Eerst zag ik dat het... Ik was niet echt aan het opletten. Ik was meer aan het praten. Dus ik dacht gewoon dat het gebouw instortte. Ten eerste, dit is een soort glitch ding. Dus dit is niet reality soort van. Maar waarom is er dan overal smurring? Maar je hebt wel overal teleportatiedeuren en warped deuren. Ah! Go! Go! Oh, ja. Ja. Perfect. Oh, Six, ik ga je pakken. Nee, maar... Maar Six... Hé, waarom laat Six ons achter? Nee! Six, how dare you? Oké, oh. Schiet op! Ben je dom? Oh, pas op. Oh, we gaan een slow-motion actiefilm. Six haalt het. Six. You better grab me. Here we go. Friendship! Ja! We gaan samen weer terug door de tv. Nee. Six is een monster, deel 3. Wat? Ze loopt als een gangster weg en nu gaat ze naar de mall. Dit is namelijk de 4. Met die muziek. Top 10 anime betrayals. Oh my! Dat was insane! Is dit het? Credits! Ik heb Six zo vaak gered! Zo vaak heb ik haar gered! Zo vaak! Dan ditch je me! Je ditcht me! She's evil all along. Zijn dat dan innocent mensen? Nee, want dit waren wel dezelfde. Ja, maar ze killen natuurlijk ook de lady. Six is gewoon evil all along. We hebben de villain gespeeld in Little Nightmares 1. Het gaat nog door. Ja, anders kon ik niet pausen. Godverdamme. Is het een trampoline? Nee. Helaas niet. Oh, maar dat was wel ziek. Dat was gruwelijk. Six heeft het wel dramatisch gemaakt.
Want we dachten even dat we je, hadden gered. We hadden haar dat monster moeten laten, want dan leest ze... Oh nee, ze kijkt aan me aan, gadverdamme. We hadden haar juist het monster moeten laten, want dan leeft ze in pain. Oh kijk, een stoel. Daar kunnen we lekker op gaan zitten. Dit is onze troon. We hebben niks anders te doen. Oh nee, het sluit in. Oh nee. Oh, Six, what have you done? Mono, zit nu hier. Die wordt... Hij krijgt wel veel aandacht. Oh. Oh, we zitten in een lege kamer. Nee. Oh, dit is zo zielig. Arme Mono. Is gebetrayed. En gaat nu voor Eternal zit hij op die stoel. Dit is zo... Waarom is Little Nightmares altijd zo dark? De vorige eindigde nog best wel nice. Huh? Hij groeit op. Hoe leef jij zonder voedsel? Nee. Is hij de Tall Man? Nee. Dat is die stoel waar hij op zat. Met het paarse licht. Lange man. Ook de man die zichzelf had opgehangen bij Little Nightmares 1. Of niet? Of is het de zoon? De zoon van de lange man. Hij zit hier dus jarenlang totdat hij oud is. Zit hij gewoon. En doet hij die glitchy dingen als het een Tall Man is. Ja, 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 ja. Die klok, dat is een classic. Ja, het is de Tall Man. Oh, met die muziek. Dit past zo goed. Wat een einde. Kijk hem daar zitten. Lijkt op Freddy Krueger. Mono was de Tall Man all along. De televisie is zijn time travel. Omdat je travelt in zo'n korte tijd. Is gewoon Mono de jonge versie? Is die Tall Man gewoon de oude versie van Mono? Ja, dit is letterlijk waar we de deur open deden. Dit is letterlijk bij de tv. Daar zitten we. Maar hoe kunnen we ineens van oogballen naar metalen kamer met een deur? Dat weet ik niet. Ik kijk wel even een keertje theory video's. Maar hoe dat eindigt. Hoe je dan die betrayal hebt. Dan ga je dus zo naar Mono en denk je het is het einde. En dan blijkt het de Tall Man te zijn. Oh. Auw, maar de... Oh, ik kan niet geloven dat ik nu de credits zie. Die Six betrayal. Maar ja, die man deed die ook heel veel suspicious dingen. Tenminste, Mono. We weten nu wel dat het Tall Man Mono is. Dus ik noem hem gewoon oude Mono, jonge Mono. Nou, die oude Mono deed wel veel suspicious dingen. En deed ook best wel veel bij jonge Mono. Maar, sorry, ik ben zelf ook aan het nadenken. Wat ze dan ook denken is dat er een soort van loop is. Want Mono wordt de lange man. En Six wordt de lady. Ja, ze denken ook dat ze dus de loop willen stoppen. Dus dat Mono wil stoppen dat een nieuw iemand de lange man... Of dat hij gewoon de lange man wordt. En ze denken dus dat het uiteindelijk niet lukt omdat Six zo overwint. En dat is waarom je dan die lange man zichzelf ziet hangen op die stoel. Ik snap dat er veel mensen aan de game hebben gewerkt, maar holy moly. Op dit punt kan je gewoon letterlijk mij in de credits zetten. Voor de game spelen. Ja, misschien staat er wel op het laatste and you. Dat zou ik wel, dat zou ik lief vinden. Laat even je theorieën achter in de comments. Smash even op die like als jullie misschien de secret ending willen zien. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!